Houdt u van kaarttrucs? Ik hou heel veel van kaarttrucs. Wel, ik niet zo. Ja, dat zal ik voor doen. Nee, maar ik zal je zeggen waarom. Ik doe wel graag iets met kaarten, maar ik heb nog een ander hobby buiten het goochelen. En er is teken, dan ga ik u ze dadelijk laten zien. U mag één kaart ergens uitnemen, kom. En ik ga me omdraaien. U mag die aan iedereen thuis laten zien, maar in elk geval niet aan mij. En als u ze bekeken hebt, dan mag u de kaart ergens stoppen waar ik ze zeker niet kan zien. Alsjeblieft. Dat is gebeurd. Voilà, perfect. Mijn tweede hobby is tekenen, heb ik u verteld. Ik heb hier alvast een pen bij. En ik heb ook een grote tekenblok meegebracht waar ik ga proberen om zo dadelijk uw gedachten erop te tekenen. Ja. Concentreer u op uw kaart. Ik ga proberen te tekenen wat er nu in uw gedachten zit. Dat is gewoon tekenen. Ik wou het juist aan uw kaart tekenen. Ja, aan uw kaart tekenen. Even eens kijken, we gaan proberen. Dat zou zoiets moeten zijn. Met een klein beetje geluk wordt dit de kaart die u hebt gekozen. Aha. Kijk eens hier. De klaver 3. Het is wel juist, hè? Want dit is de voorste kaart van een volledig boek. En uw kaart zit erachter. Kijk, ik zal het laten zien. Een paar dimensies bijtekenen, zo. En dan gaat u beter begrijpen wat ik bedoel. Dat is een volledige boekkaart, hè? En uw kaart zit tussen de rest van die kaarten. Maar Koen, ik ga je vragen om goed aan uw kaart te denken. Ja, ik ga proberen nu te laten verschieten. Als het lukt, houd de kaart mijn tekening goed in de gaten hier. Want je gaat zien dat er zo dadelijk iets gebeurt met mijn tekening. Die beweegt heel stilletjes. Zie je, dat komt niet zo omhoog. Is dat een erectie? Ik ga ze afscheuren. Ik ben een beetje te onstuimig geweest. Ik heb nogal hard gescheurd. Ja. Maar de harte 2 is eruit gekomen. Die zit goed vast nu. Was het een harte 2? Ja, ja, het was... Het was een harte 2. Zeer zeker harte 2. Yes. Go. Goed. Wat wil je dat ik daarvan zeg? Oké, dat er ergens een truc is om te weten welke kaart ik zoek, maar dat dan nog een keer plots naar boven schuift, dat is toch wel bijzonder knap. Bedankt in elk geval. Ik ben blij dat ik je heb kunnen verbazen. Merci. Zeer goed gelukt. Tot ziens.